Ja, ik ben de winnares. Ik kan het gewoon nog steeds niet geloven. Het was wel spannend hoor, op het moment dat ze zeggen de winnaar is. Is gewonnen door... Gisteravond hoorde Emma het goede nieuws live in het televisieprogramma Bo. Eerder die avond zong Emma de Sterren van de Hemel in een tv-uitzending die al was opgenomen. Coach Ali B is natuurlijk ontzettend trots. Een sprookjesachtige wereld. Zo kan ik je optreden denk ik het beste beschrijven. De rest van je leven moet je een ander leven leiden dan andere kinderen. Ja, Emma is dus niet zoals alle andere 13-jarige kinderen. Ja, ik heb zondevoeding en ik heb eigenlijk zondevoeding omdat ik een maagverlamming heb. Dat heet eigenlijk gastroparese. En daardoor kan ik moeilijker eten dan anderen. Ja, dit is de voeding en dat loopt dan helemaal hier naar mijn buik. Emma weet niet of deze aandoening ooit zal overgaan. En dat vindt ze soms best moeilijk. Ik zit nu wel gewoon in een periode dat ik het moeilijk vind om te accepteren. Ik ben er gewoon wel mee bezig. En dit geeft me ook gewoon weer superveel moed en vrolijkheid. Op een dag zie ik de controle verdwijnen. Maar tot die dag hou ik jullie bij me. Uren die vliegen. En coach Ali B heeft haar heel goed geholpen tijdens haar avontuur bij The Voice Kids. Ali is gewoon een super lieve coach. Hij is lief, hij is grappig, zorgzaam. Hij is heel erg vertrouwelijk. Je kan hem echt heel goed vertrouwen. En hij is gewoon de beste coach die er is. Het huis van Emma en haar familie ligt vol met kaartjes. En er is de hele dag bezoek. En een winnaar krijgt natuurlijk ook prijzen. Emma wint 25.000 euro die ze kan gebruiken als ze later gaat studeren. Wat ze wil gaan studeren weet ze nog niet. Maar wel wat ze wil bereiken. Nou, ik hoop natuurlijk gewoon dat ik uitbreek als artiest en zangeres. En ik ga die droom wel najagen.